We hebben hier vandaag het WK Adoptiekids, de zesde. En geadopteerden uit heel het land strijden hier voor hun geboorteland tegen andere landen uit het geboorteland. We doen in totaal 618 kinderen mee uit 29 verschillende landen. We hebben 69 teams geformeerd in de leeftijdscategorie 5 tot en met 16 jaar. En die spelen een toernooi, Colombia tegen Brazilië, Brazilië en Nigeria tegen Kenia. En ze zijn net als een soort Olympische vlaggenparade achter de vlag van hun geboorteland het hoofdveld opgekomen. En ze zijn nu een toernooi aan het spelen. Colombia D3, Nigeria D, veld 4A, Colombia CB3, Colombia CB5. Veld 4B, China Lars, CB. B voor jou. Tegen Haiti CB4. Veld 6A, Colombia CB1. Ze zijn allemaal woonachtig in Nederland, zijn allemaal geadopteerd door Nederlandse ouders. En komen dus nu vanuit Friesland tot Limburg, Zeeland tot Noord-Holland. Uit het hele land komen ze hier vandaag om elkaar te ontmoeten. We noemen het sportief ontmoeten. Deels is het een voetbaltoernooi, maar ze vinden het ook gewoon heel leuk om andere geadopteerden hier vandaag te ontmoeten en daarmee samen te spelen. Je ziet dat het toernooi echt groeit, dus dat het ook op een gegeven moment geadopteerden het leuk vinden en die gaan het tegen anderen zeggen. 5 jaar geleden op het eerste toernooi waren er ongeveer 100 deelnemers. Vorig jaar waren het er al ruim 600 en dit jaar hebben we helaas zelfs deelnemers teleur moeten stellen omdat de capaciteit van de velden gewoon niet groter is. Dus zijn we bij 618 deelnemers gestopt. Dus we zijn ook aan het kijken over hoe we eventueel in de toekomst het toernooi zouden kunnen uitbreiden.